Er is een olifantje geboren. En wanneer is die geboren? Nou, vanmorgen om iets over 7 is er wederom een jong olifantje geboren. Het is het 20ste olifantje hier in het park. En het is, voor zover wij kunnen kijken, is het wederom een mannetje. En er zijn hier 20 geboren, 4 vrouwtjes en dit is het 16e mannetje. Het lijkt allemaal goed. De bevalling is in ieder geval goed gegaan. Het loopt redelijk goed al mee met de moeder. Het drinkt al. Het staat ook bij een tante te zuigen. Die heeft geen melk. Dus we hebben het idee dat alles goed gaat. We hadden natuurlijk heel graag een vrouwtje gewild. Maar het wil niet zeggen dat we hier niet gelukkig mee zijn. We schatten dat hij 1,70 kilo weegt. We zijn ook blij dat het een kleintje is. De moeder is 10, dus op zich een relatief jonge moeder. Dus we zijn eigenlijk ook blij dat het niet echt een verschrikkelijk groot, zwaar mannetje geworden is, jong geworden is. De vader weegt ruim 7000 kilo, nou, de moeder die weegt tegen de 3000 kilo aan. Dus wat dat betreft, mooi klein jong olifantje, dat is altijd mooi.